Ja, dit zijn wedstrijden. Volgens mij moet je erbij zijn geweest om het te geloven dat jullie niet hebben gewonnen. Ja, dat is ook wel het gevoel wat bij ons overheerst. Ja, als je op twee wedstrijden bekijkt, zijn we twee keer eigenlijk de betere. Ik denk dat we een beetje geluk missen in beide wedstrijden. En dan sta je hier met een zware teleurstelling en een grote domper. Ja, want jullie hebben misschien 10 kansen gehad. Volendam, ja, was heel effectief, hè? Ja, tuurlijk. Kijk, we weten hoe Volendam speelt. Volendam zakt in en dan proberen ze op de counter iets te forceren. Wij moeten het spel maken en dat hebben we volgens mij in twee wedstrijden getracht om te doen. En dat hebben we ook wel goed gedaan. Het is wat je zegt, we hebben de kansen gehad om het af te maken. Ja, en ik denk dat een beetje geluk ontspreekt op dit moment. Ja, dan moet je hier met een ongelooflijk, klote gevoel staan. Ja, het is zwaar kloten. Dit is gewoon, ik kom net uit de kleedkamer, ja, daar is het ook muisstil. Wat moet je nu nog zeggen, het seizoen is klaar en het enige wat we kunnen positief bekijken is gewoon dat we een schitterend seizoen hebben gehad. Met 80 punten voor FC Eindhoven, ja, dat is nog nooit gebeurd. Ja, en dan verhoop je dat er iets gebeurt, ook in die play-offs en ook met de steun van het publiek vandaag, wat fantastisch was. Ja, was het eigenlijk de bedoeling om hier een mooi spektakel te brengen en verder te gaan. Ik denk dat het spektakel wel gelukt is, maar die ronde verder spijtig genoeg niet. Ja, spektakel onder meer ook door jou, want die 1-1 heb je dan toch wel achter je naam staan. Zijn normaal zou ik denk heel blij mee zijn geweest. Ja, als het de winnende was, dan stond ik hier in mijn ander gezicht. Maar nu, wat heb je eraan? Het is mooi meegenomen dat je een keer scoort, maar ik had veel liever binnen zondag ergens anders gestaan. En gewoon verder geleefd naar die beide wedstrijden die nog komen. Je gaat van het veld af, maar niet zomaar. Iedereen heeft zo'n beetje nog wel zitten voor de eerronde die jullie maakten. Wat zegt dat nog? Dat de fans wel de moeite namen om jullie even te blijven zitten? Ja, is gewoon super. Kijk, het hele jaar hebben die mensen ons gesteund. Dus dan vind ik ook dat je niet zomaar naar binnen kan. Als je vandaag ziet hoeveel mensen dat er hier aanwezig zijn. Dus het leefde ook echt in Eindhoven. Ja, en alles zat erin om te promoveren. Zoals we zo vaak hebben gezegd. Dus je ziet 80 punten met een competitie waar Roda, NEC, ja... Het is echt onvoorstelbaar. Dus we hebben echt ons best gedaan. Ja, jammer was vandaag, jammer genoeg, net niet genoeg.